Vandaag, dinsdag 19 juli, wordt waarschijnlijk de warmste dag van 2022. In de nacht koelde het af tot 13,1 graad in Hupsel. Om 5:10 was dit. Dit ligt bij Eibergen in Achterhoek. Al snel werd het warmer. En rond 8:15 was het in Delen al 27,3 graden. En om 10:00 was de eerste 30 graden in 5. In Woensdrecht, Delen en Hoek van Holland. En ik was in het werk in de tuin vanaf hoger. Ik ben 6:30 begonnen. En we stopten om 10:30. Ik althans. En ik fietste toen bij Van Deutkom langs in Elburg. Die gaf 35 graden aan om 11:00. En dit was in de volle zon gemeten. En in de middag ben ik naar het strand gegaan. Dit was lekker verkoelend. En om 5:10 werd de warmste temperatuur gemeten. Dit was 39,5 geëikte graden. En nu krijgt u foto's te zien van allemaal temperatuurkaarten. En dan ziet u hoe snel het warm werd vandaag. Dinsdag 19 juli 2022. De warmste 19 juli aller tijden. Polder van Doornspijk, de Veldweg, 36 graden. En dit was het filmpje van waarschijnlijk de warmste dag van 2022. Ik hoop dat u het mooi vond. Heeft u vragen, tips of andere dingen, wilt u mij dan een berichtje doen? De reacties. Fijne avond en tot ziens. Groet.